Vergat het weer, hè? Ik was al aan het praten, maar je moet altijd even wachten totdat de opname begint. Maar ik hoop dat ik er nu op sta. Het is een ingelaste uitzending. Het thema heb ik dus niet verzonnen, maar het gaat over deze mail. Dit is een e-mail. Je kijkt er nu maar mijn Macintosh. Hè? Dit is dus Apple dinges mail. Hè? En die ziet er dus zo uit, die mail. En ik zal hem even voorlezen. Beste nu jijer. Nu jij gaat per 12 september grondig op de schop. Hierover wil ik jou als vaste gebruiker persoonlijk informeren. Het open reactieplatform nu jij zal verdwijnen. Gaat u nou weer? Want de NSA is weer bezig, hoor. Een Mac die schiet alle kanten op. Beetje groter maken misschien. Ja. Er wordt een nieuwe bijdraagfunctie toegevoegd aan de apps en site van nu.nl. Daarmee wordt het eenvoudig mogelijk om een bijdrage te leveren aan het nieuws. Dat kan in de vorm van een nieuwstip, het doorgeven van een foutje of het opsturen van foto's en video's. Discussiëren over het nieuws kan dus niet meer. En we zullen algemene reacties die niet bijdragen aan het artikel niet meer publiceren. Met deze verandering willen we ons nog meer richten op het verslaan van het laatste nieuws, in plaats van het mogelijk maken van een discussie over het nieuws. Oh, sorry, ik wilde pas gaan lachen als ik alles had voorgelezen. Maar goed, met onze nieuwe dienst in onze apps en site staat de redactie directer in contact met de lezer en maken we het voor de lezers die aan het nieuws willen bijdragen gemakkelijker om met ons in contact te komen. We hopen dat jij als nu jijer nu.nl blijft bezoeken en je inhoudelijke tips en bijdragers blijft opsturen. Jezus. Nou, ik moest dus wij eventjes tussendoor lachen. Bij deze dus daarvoor mijn excuses. Maar goed, nu mag ik lachen. Ik bedoel, nu is het afgelopen. Kijk, ik ben dus een ontzettende nu jijer geweest. En ik ging echt scoren, jongen. Ik kreeg gewoon 160 bezoeken per dag of zo op mijn site. Als ik maar iets op nu jij zette, dan ging hard, jongen. En toen ging ik het over de paus hebben. Je weet die man, hè, misschien niet iedereen hem kent, maar dat heeft de katholieke K-kerk. Die heeft dus altijd een temporeel, tijdelijk hoofd. En als die niet bevalt, dan maken ze hem dood. Dus Johannes Paulus de Eerste, dat was chop chop. Hè. En Johannes Paulus de Tweede, die heeft alles goed gemaakt. En Benedictus de Zestiende, dat was ook echt een ontzettend fijne vent. En we hebben nou Franciscus de Eerste. Die vind ik ook zo geweldig wat hij in Argentinië heeft gedaan. Er staat niemand bij stil, hè? Wat de huidige paus in Argentinië heeft gedaan, hè? Jorge Bergoglio. Toen hij dat hoofd was van de Jezuïtenorde. Maar goed, dan ging ik het over de paus hebben. En over Jorge Bergoglio. Ja, toen lag ik eruit. Dat was gewoon bas, boom, ben. Maar kennelijk sta ik dus nog wel in hun e-mail dinges. Ook een automatisering van niks. Hè, dat is... Maar goed, ik heb dus een mail gekregen alsof ik nog steeds mag posten op nu jij. Maar dat mag ik al lang niet meer. Want ik had het over de paus gehad. En dat moet je gewoon niet doen hier in Nederland. Ook niet in België, trouwens. En in Duitsland moet je dat ook niet doen. Laat staan in Zwitserland. Of Denemarken. Maar dat was het einde van mij bij nu jij. Maar nu gaan ze dus helemaal door denderen. Dus wat ze nou, wat dus vroeger mocht. Je kon je gewoon met je e-mailadres, dan kreeg je gewoon een posting facility. Dan mocht je gewoon posten.
En ook iedereen mocht daarop reageren. Ja, dat worden ze afgeschaft. Dat doen we niet meer. Ja, dat is wel weer een mogelijkheid voor mij natuurlijk. Want dan kan ik een eigen nujij.perry7.nl gaan beginnen. Want er is natuurlijk veel te zeggen over het nieuws. Maar dit gaat dus niet meer. Dus discussiëren over het nieuws kan dus niet meer. En we zullen algemene reacties die niet bijdragen aan het artikel niet meer publiceren. Ja, dat betekent dus dat als je reageert, dan gaat het dus eerst door een redactie heen. Een moderator. Dus je moet algemeen mag je niet meer reageren. Nu jij is niet meer wat mensen denken. Met deze verandering, ik ga weer even voorlezen. Met deze verandering willen we ons nog meer richten op het verslaan van het laatste nieuws, in plaats van het mogelijk maken van een discussie over het nieuws. Dus wat ze niet meer willen is dat als er dingen gepubliceerd worden, dat daar een mening over geuit wordt. En het uiten van je mening over het nieuws, dat maakt het mogelijk dat er een consensus komt. En die consensus willen ze niet meer. Het is gewoon, dit is het nieuws, bek houden. En je mag dus wel een nieuwstip doorgeven. Dus ik ga weer naar de alinea daarboven. Dat kan in de vorm van een nieuwstip. Dus je mag een tipje geven dat je, nou, ik zie hier een inbreker. Jo. Dat mag dus wel. Je mag ook een foutje doorgeven. Ja. Je mag niet zeggen dat een artikel fout is. Dat staat hier dus duidelijk, hè? Maar als jij een DT ziet waar een D moest staan, of het was een Eritreër terwijl er een Somaliër stond, hè? Qua tekst dan, hè? Niet dat die Somaliër in het artikel stond, maar er stond Somaliër tussen aanhalingstekens, hè? En jij weet dat het was een Eritreër. Ja, dat mag wel. Nou, dat zou ik ook wel willen van mijn website, hè? En dan mag je ook nog foto's en video's opsturen. Ja, dat is ook mooi. Kan ik bij YouTube ook. Ja, kortom, nu jij is afgelopen. Ja, dat was altijd op sterven na dood, hoor. Het heeft ook helemaal geen bezoekers meer. Geen reacties. Ik bedoel, er zitten op nu jij. Oeh, wat gebeurt hier nou? Waar ben ik gebleven? Sorry mensen, ik moet even kijken. Oké, hier ben ik, denk ik. Ja, hier was ik. Ja. Kijk, opnieuw jij. Daar werken gewoon mensen. En die mensen die werken daar niet voor €1200 in de maand of zo, hè? Dat zijn marketing professionals of zo. En die kost iets van 3000 netto. Nou. Dan heb je ook nog je bruto afdracht en de ziektekostenverzekering. En je moet een bureau hebben voor zo iemand. Je moet een computer hebben voor zo iemand. En zo iemand die kan natuurlijk zijn eigen computer niet installeren. Dus dan moet je nog een mannetje voor inhuren of inhoeren. Die dat allemaal gaande houdt. Kortom, nu jij of nu.nl, dat kost klauwen mijn geld. En vooral het feit dat je dus op nu jij, dan komt dus, omdat iedereen mag reageren, komen er thema's omhoog. Over het koningshuis en over het pausdom. En over het Mark Rutte-dom. Want Mark Rutte is ook dom. Wees eerlijk. En koning Willem-Alexander, die heet niet voor niks Prins Pils. Ik vind het zelf niet erg hoor. Als Willem-Alexander Pils drinkt, dan ik hou toch meer van het zwaardere bier. Hè? Dat Pilsenaar, dat. Ja. Voordat je het weet, zit je Heineken te drinken. Nou, dan zijn we helemaal ver van huis. Hè? Maar dat kan dus allemaal niet meer. Dat gaat allemaal over, mensen. Nou, dat is misschien goed. Ja, misschien goed. En even over de vormgeving. Ja, dat is allemaal een beetje zwart-wit. Hè? Dat is zoals nu. .nl altijd al een beetje zwart-wit. En dan 42% bovenin, dat lijkt me ook geweldig. Met iets van een Bluetooth symbool of zo.
Is dat mijn accu? Nee, dat is niet die 42% van mijn accu. Maar is het dan een beetje fout gegaan? Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk eigenlijk dat iemand hier een leuke picture heeft gemaakt, maar er staat allemaal info op van zijn computer. Dus hij had een Bluetooth van. Nee, hij had een Bluetooth aanstaan en zijn batterij is op 42%. Maar het was wel 12 minuten over 2:30. En het is gemaakt in Sketch. Met, wat is dit symbool ook alweer? Dat is dan de RSS ofzo, hè? Ja, dat is gewoon geweldig. En het zonnetje is 19 graden. Ja, we hebben gewoon inside information, mensen, over hoe het nou zit. Hè? Zo zit het dus. En dan kan je hier nog klikken. Ja, geweldig. Nou, ik moest hem even kwijt. Dus nu jij dus afgelopen. En ik stel voor dat ik eens een donatiebutton ga maken. Maar dan moet ik even over nadenken hoe je dat moet programmeren. Maar dan gaan jullie aan mij doneren. En dan maak ik een jij.perry7.nl. Ik ben echt benieuwd. Wie heeft er nou eigenlijk wel wat te vertellen? Wie is dat dan? Dus kortom, marketing opportunities all over the place. En tegen jullie lieverds die het geduld hebben gehad om deze uitzending naar het einde toe uit te luisteren. Nou, daar ben ik heel blij mee. En tegen jullie zeg ik tjus, lieverds.